Max Kellner, vetloss-expert hier. En vandaag ga ik jou vertellen dat light en zero frisdranken prima zijn om te drinken als jij in shape wil komen. Veel mensen zeggen, nou, er zitten geen calorieën in light frisdranken. Dus wat dat betreft kan je er serieus niet zwaarder van worden. Je kan er niet dik van worden. Maar veel mensen vallen over het aspartaam wat erin zit. Dus dat is slecht voor je, dat kan kankerverwekkend zijn, noem maar op. Er zijn onderzoeken geweest en het blijkt inderdaad dat aspartaam soms niet goed voor je kan zijn. Alleen dat gaat in zulke grote hoeveelheden, dat ga je met een beetje cola per dag niet binnenkrijgen. Dan moet je echt liters cola zero of cola light op een dag drinken en dat doen de meeste mensen niet. Dus ik denk als je 1 of 2 glaasjes of blikjes cola zero of whatever iets in die trant wil drinken, omdat jij dan makkelijk in je schema vol kan houden, dat het minder voelt alsof je niks meer mag. En je kan daardoor, ja, wat ik zeg, makkelijk in je schema vol houden, dat jij makkelijk je calorietekort kan hanteren. Prima, lekker doen. Ik zou het niet overdrijven naar 5, 6, 7, 8 glazen per dag, maar 1 of 2 is prima.